Eerder luidde het zwaartepunt van de aanklacht het voorbereiden van moord. Het onderzoek in de zaak is afgerond, al dus de officier, waarna de definitieve aanklacht is opgesteld. In een sumiere toelichting op het terroristische motief, zei de aanklager dat T een deel van de bevolking angst heeft willen aanjagen door Hofman als slachtoffer te kiezen. De advocaat van de verdachte, Emma Hofman, wilde op vragen hierover niet ingaan. Zij stelde eerder dat haar cliënt een psychose had toen hij zich op 6 september in Hilversum, in het gebouw van BNNVAA bij de receptie meldde, met de mededeling dat hij Hofman wilde doodschieten. De man zou de tv-maker nooit iets hebben willen aandoen. Die Divisie handhaafde raadsvrouw. T is onlangs geplaatst in het Pieter Baan Centrum voor een gedragskundige observatie. Op 6 september had de verdachte zich al eerder op de dag bij de receptie gemeld, maar toen met het verhaal dat hij een handtekening van Hofman wilde hebben. Na het tweede, bedreigende bezoek werd de politie gealarmeerd. Zij arresteerde de man direct buiten het pand. Hofman was daar destijds niet aanwezig. Justitie heeft ook nog een andere beschuldiging op de aanklacht gezet. T zou op 18 augustus de moord op een hulpverlener in Os hebben voorbereid. Hij zou met een vuurwapen, een omgebouwd gaspistool, naar de werkplek van het slachtoffer zijn gegaan. Het zou om hetzelfde wapen gaan dat hij op 6 september op het mediapark bij zich had. Ook aan het wapenbezit heeft het OM het terroristisch oogmerk toegevoegd op de aanklacht. Hofman is inmiddels als getuige gehoord in de zaak, bevestigt TS-advocaat. Hij heeft de gebeurtenissen vorig jaar gereconstrueerd in zijn programma Boos. De verdachte zou volgens hem door hem te doden een signaal hebben willen afgeven aan de samenleving gericht op extreemlinkse personen. De rechtbank hoopt de zaak op 18 september inhoudelijk te kunnen behandelen. Daarvoor zullen nog twee tussentijdse zittingen plaatsvinden op 29 mei en 17 juli.